We gaan verder met recente bewakingsbeelden. Want 10 dagen geleden, op zaterdag 9 februari om ongeveer 4:45 ochtends, is in Hoofddorp bij het winkelcentrum Polderplein een plofkraak gepleegd op een geldautomaat. De rook kwam er nog uit toen de eerste agenten arriveerden. En vlakbij stond ook nog een grijze Volkswagen Golf met draaiende motor. Kijk goed mee, want de plofkraak is door bewakingscamera's van A tot Z vastgelegd. De 4 daders komen in optocht naar de geldautomaat. Een scooter met 2 daders rijdt voorop, gevolgd door de grijze Volkswagen Golf en nog een scooter. Iedereen weet meteen wat te doen. 1 man gaat op de uitkijk staan, een ander direct aan de slag bij de geldautomaat en een derde leidt de auto er naartoe. Al gaat dat laatste naar de mening van de dader bij de automaat niet snel genoeg. Hij voelt even aan de deur naar de geldruimte waar ze zo moeten zijn. Eerst moeten ze de meegebrachte gasfles zien aan te sluiten op de geldautomaat. En dat is nog een hele klus. De dader die is aangesteld om de Golf te besturen, brengt die vast in positie. Zodat hij niet veel later alleen maar gas hoeft te geven om de weg vrij te maken naar de geldruimte. Het gas uit de gasfles doet de rest. Na de explosie rennen de mannen gecoördineerd de geldruimte in en uit. In de meegenomen tas verdwijnt de buit. Kort daarna verdwijnen ook de 4 daders op hun 2 scooters. Hun auto blijft dus achter. Sinds zaterdagochtend 9 februari ontbreekt ieder spoor van deze daders. Vandaar dat we u vragen mee te denken. Herkende u iets van deze mannen? Bel dan vanavond nog. Ook wil de politie graag weten wie de mannen om ongeveer 4:45 ochtends zag rijden op weg naar de ABN AMRO Bank geldautomaat aan de Nieuwe Weg bij het winkelcentrum Polderplein. Of heeft u ze misschien gezien toen ze vluchtten? De 4 daders werden op hun donkerkleurige scooters voor het laatst gezien op de JC Beetslaan in Hoofddorp. 4 mannen op 2 scooters met zo'n enorm grote gevulde tas en dan zo vroeg op pad, dat moet toch opvallen zou je zeggen. Daarnaast hebben ze de grijze Volkswagen Golf die ze achterlieten de avond of nacht voor de plofkraak gestolen vanaf de Oxholm in Hoofddorp. Wie heeft daar iets van gezien? En dan nog iets, die plofkrakers hebben deze grote hamer van het merk Benson achtergelaten. Weet u wie kort geleden zo'n hamer heeft gekocht of misschien werd u in een winkel en kunt u zich herinneren aan wie u zo'n hamer verkocht heeft? Het gaat om een voorhamer van het merk Benson, dus met een lange steel van zo'n 80 centimeter. Kunt u helpen bij deze zaak? Bel dan snel de tiplijn of M en alle vragen en beelden staan ook hier op de site.